Ja, we noemen hem af en toe professor Peer. Professor Peer. Ja. Trainer Michel Vonk heeft het hier over zijn aanvoerder Peer Koopmeiners. De verdedigende middenvelder denkt en praat graag over het voetbalspelletje. En zijn mening steekt hij niet onder stoelen of banken. Ja, dat zijn ze niet altijd even blij mee, denk ik. Nee, dat, volgens mij hoort dat er wel een beetje bij af en toe. Af en toe verschil je een beetje van mening. Maar als je er een goede discussie over hebt, dan moet dat kunnen volgens mij. En dan komen we er vaak wel uit. En dat leidt ook wel eens tot mooie dingen. Dat is ook in het Nederlands, hè? Dat spelers gewoon meepraten, meedenken. Je ziet ook in de training bij ons dat we best wel veel met de jongens discussiëren. Wel veel uitleggen, veel aanreiken. Maar ze geven ook feedback en ze vinden ook dingen van de situatie op het veld. En dat is alleen maar goed. En die professor Peer is belangrijk voor Jong AZ. In de as van het veld zorgt hij voor rust en verdeelt hij het spel. Zelf is Koopmeiners ook tevreden over zijn ontwikkeling. Natuurlijk kan het altijd beter, maar... Het mag af en toe ook wel eens positief zijn. Ja, zeker. En ook ik heb in het begin van het seizoen wedstrijden gespeeld die niet op mijn niveau waren. Maar ik denk dat ik in het seizoen gegroeid ben en dat ik zeker de laatste wedstrijden weer van grote waarde. Deze jongen die groeit naarmate hij meer wedstrijden speelt, zie je dat hij volwassener wordt in het spel. Ook al op andere posities heeft moeten komen. Dat jongens van de A-selectie meedoen soms. Hij heeft achterin gespeeld, hij heeft een keer rechtsback gespeeld. Maar het is gewoon heel belangrijk dat hij heel veel wedstrijden speelt in deze competitie. Want hoe meer minuten hij maakt, hoe meer hij aan zijn ontwikkeling kan werken. Door, Edwin, door. Ja, 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 man. Door. Ja, en die band natuurlijk constant om je arm. Je eerste seizoen als aanvoerder van Jong AZ. Hoe heb je dat ervaren? Tot nu toe erg goed. Ja, ik moet zeggen dat het verandert verder ook niet heel veel natuurlijk. Je wil gewoon je ding blijven doen en hetzelfde. Ja, er komen een paar dingetjes bij kijken extra, maar het is alleen maar leuk. En ik heb natuurlijk wel mijn grote broer als voorbeeld. Dus als ik echt ergens mee zit, kan ik ook bij hem terecht. Peer bedoelt hier uiteraard zijn broer Teun. En graag wil hij zo snel mogelijk met hem op één veld staan. Maar dan moet hij nog wel een paar stappen maken. Nou, ik wil zelf eigenlijk nog bepalender worden in de wedstrijden. Ik denk dat ik goede wedstrijden speel, maar dat ik qua assists en misschien zelfs qua goals ook... Ja, nog niks, hè? Nog niks, nee, helaas. En het balbezit voor Koopmeiners. Zoekt de diepte bij Oosting. Nou, dat scheelt niet zoveel. Wij vinden dat hij in zijn rol nu de dominantie die hij heeft uit moet bouwen. Wat meer durf naar voren te voetballen. Maar dat gaat de hele goede kant op. En verder, uiteindelijk wil je natuurlijk die stap naar het andere veld toe maken. En wil je bij de grote jongens aansluiten. Dus dat is nog een mooi doel voor dit jaar. Dat was hem voor vandaag. Fijn weekend en tot volgende week.